De KKN Regio TV Scholenquiz Land van Kuik wordt mede mogelijk gemaakt door de Regiobank. Alle opa's, oma's, vaders en moeders opgelet. Zilvervloot sparen is terug. 10% premie voor 10 jaar sparen. Kom langs of kijk op regiobank.nl. Goedemiddag allemaal, welkom bij KKN Regio TV. We gaan zometeen beginnen met de vijfde ronde van de basisschoolleerlingenquiz, bedoeld voor groep 7. Vandaag zijn wij te gast op basisschool Klimop in Wilberdoord, waar wij dadelijk 10 vragen gaan voorleggen aan kinderen van groep 7. 10 vragen. Meer keuzevragen, allerlei soorten vragen. Na die 10e vraag komt er nog een 11e vraag, want stel je voor dat kinderen gelijk eindigen. Dat is er een vraag die dat een beetje oplost, die zorgt ervoor dat de terechte winnaar wordt aangewezen. Hoe die vragen eruit zien en hoe die slotvraag is, dat zie je zo meteen en dat hoor je dadelijk ook. Als wij gaan beginnen met de quiz voor groep 7 van deze basisschool. Ik lees de vraag steeds even op, want die staat niet op het papier. Ik lees, als dat mogelijk is, de antwoorden ook op. En iedereen zet een rondje om de A of de B of de C. De laatste vraag, dat is een beetje een open vraag. Dat kun je niet kiezen. Dan moet je zelf bedenken. Klinkt wat vreemd misschien, maar zul je zo ervaren dat dat ook meevalt. Als je benieuwd bent van hoe heeft onze klas het gedaan, groep 7 van de Klimop, of hoe heb ik het gedaan, kijk dan donderdag naar Ziggo op kanaal 43 en dan zie je het vanzelf. Bovendien kun je dan ook zien hoe heeft de Klimop het gedaan ten opzichte van die andere 4 scholen die al geweest zijn. Dat wordt allemaal in beeld gebracht. Vraag 1. Een optelsom. Hoeveel is 365 erbij 255? Hoeveel is 365 erbij 255? Is dat A 620? B 600 of C 610. Vraag 2 gaat over aardrijkskunde. Wat vormt een denkbeeldige grens in Noord-Ierland? Wat vormt een denkbeeldige grens in Noord-Ierland? Is dat A een rivier, B bergen of C religie? Vraag 3 gaat over taal, gaat over spelling. Hoe schrijf je beroemdheid? Vraag 4 is een geschiedenisvraag. Waarom voerde Irak in 1990 oorlog met Kuwait? Waarom voerde Irak in 1990 oorlog met Kuwait? A. Vanwege tekort aan water. B. Voor de oliebronnen. Of C. Irak wilde groter worden. Vraag 5. Aardrijkskunde, maar dan topografie. Welke stad heeft een vliegveld? Is dat Helmond A of B Tilburg
C. Eindhoven. Vraag 6 is een aftreksom, R-afsom. Hoeveel is 165 R-af 48? Hoeveel is 165 R-af 48? Is dat A 117, B 127 of C 107? Vraag 7 gaat over spreekwoorden. Wat betekent het ziet hier zwart van de mensen? Wat betekent het ziet hier zwart van de mensen? A. Er zijn alleen kleurlingen. B. Het is erg onrustig. Of C. Het is erg druk. Vraag 8. Vermenigvuldigen, oftewel een keersom. Hoeveel is 19 keer 21? Hoeveel is 19 keer 21? Is dat A 399, B 409, C 419? Vraag 9 gaat over taal. Hier moet je kiezen uit twee antwoorden. Wat is juist? Ik ben zwaarder dan ik dacht. Of die andere, ik ben zwaarder dan ik dacht. Vraag 10. Mens en natuur. Wat is juist? Mensen hebben voedsel en vocht nodig. Wat is juist? Mensen hebben voedsel en vocht nodig. A. Voor energie en warmte. B. Voor energie en uithouding. C. Voor warmte en uithouding. Dan, dat waren de 10. Nu komt die toegevoegde vraag. Dat is vraag 11. En als je die leest, en als ik hem lees, zeg je misschien, joh, hoe kan ik dat weten? Dus dat moet je een beetje schatten. Of misschien weet je het wel. Daar komt die vraag 11. Hoeveel keren zijn de filmpjes op het YouTube-kanaal van KKN Regio TV bekeken tot en met 19 november? Dus tot en met gisteren. 5 cijfers staat erachter. Dan weet je al van waar je het ongeveer moet zoeken. Dat waren de 10. Nee, dat waren de 11 vragen voor groep 7 van de Klim Op. Zometeen worden de blaadjes even opgehaald. Groep 8 apart, groep 7 apart. Die van groep 7 nemen wij mee. Groep 8, dat laten we even aan de juffrouw. Jorren, je hebt zojuist de 10, 11 vragen beantwoord. Wat vond je ervan? Leuk. Wat denk je hoe je gescoord hebt? Goed. Welke vragen zeg je, nou, vond ik een beetje moeilijk? Die laatste. Ben je goed in rekenen? Ja. Dus die rekenvragen heb je allemaal goed. We zullen zien. Giel, je hebt zojuist ook de vragen ingevuld, de 11 vragen van de quiz. Hoe vond je het? Het was een leuke vragenlijst. Het was een leuke vragenlijst. Wat ben je vooral goed in dat je denkt van, die heb ik maar goed? Rekenen. Je denkt dat je alle rekenvragen goed hebt? Misschien. Is er ook een vraag waar je aan twijfelt? De laatste. Volgens mij heb je alles goed. Ja, denk het wel. Waarom ben je er zo zeker van? Gewoon omdat ik het leuk vond. Alle rekenvragen goed? Denk het wel. Kun je misschien een vraag opnoemen waar je zegt, maar ben ik niet zeker? Van taal. Weet het? Van spelling? Ja, dat vind ik altijd moeilijk. Jij denkt, of je hoopt misschien, want we zetten morgen donderdag de 3 winnaars van deze groep 7, die zetten we op het scherm van de KKN-regio. Denk jij dat je erbij staat? Ik hoop het wel. Dankjewel. Juffrouw Nicole van groep 7-8 van de Klim Op. Wat denkt u van de moeilijkheidsgraad van de vragen? Ja, ik denk als de kinderen heel goed hebben nagedacht, dat ze een heleboel vragen wel weten. Ook die van Noord-Ierland?
Ja, die was wel lastig. Maar als ze een beetje het nieuws volgen, dan weten ze het misschien wel. Ze hebben goed hun best gedaan. Dat zeker. Dankjewel. Voor het bedrijf van deze week zijn we bij Autoservice Sint Hubert in Sint Hubert. Frances en Erwin van den Burgt. Hoe lang bestaat dit bedrijf al? Vanaf 1997 bij Autoservice Sint Hubert. Altijd in de auto's gezeten? Ja, van jongs af aan wel. Auto's en motors. Hoe lang zitten jullie op deze locatie? Vanaf 2002. Wat wordt hier allemaal gedaan? Nou, onderhoud, reparatie van alle merken auto's. Verkoop van eigenlijk alle merken auto's. Schadebemiddeling, noem maar op. Wat is de hoofdtak op dit moment? Ja, nog steeds reparatie en verkoop van gebruikte auto's. Merkt u met de crisis dat het, de tak misschien verschoven is? De ene week gaat het meer onderhoud op, de andere week gaat toch weer de verkoop weer beter. In welke prijsklasse verkoop moet ik dan denken? De beste verkoopprijsklasse is nu tot 6.000 euro. Dat is de gangbaarste prijsklasse. Is het nou ook zo als iemand hier komt met een bepaalde wens dat er eigenlijk altijd aan voldaan kan worden? We proberen aan iedere wens te voldoen. Kunnen we daar zelf op dit moment niet aan voldoen, dan proberen we daar een oplossing voor te zoeken. Of we gaan zelf zoeken of in overleg met de klant. Kijken we hoe we het op kunnen lossen of ja, wat is maar net wat de klant wil. Nieuwe auto of reparatie of proberen altijd een oplossing te vinden. Ook in, wat past in het financiële plaatje van de klant. Ik zie hier achter jullie verschillende bordjes certificaten op de muur. Onder andere RDW erkend. Wat houdt dit precies in? RDW erkend is dus dat wij de RDW de goedkeuring hebben om auto's te keuren. Om auto's te naam te stellen, auto's te vrijwaren. Dus de klant kan hier terecht van begin tot het eind. Ze hoeven niet meer naar het postkantoor? Nee, als ze een auto bij ons kopen of inruilen, hun eigen oude auto zeg maar inruilen, kunnen ze van hier van begin tot eind terecht. Daarnaast zie ik ook NAP of NAP, Nationale Autopas. De Nationale Autopas, op elke auto die hier binnenkomt voor de verkoop of inruil, wordt nagecheckt bij de autopas voor de correcte kilometerstand. De auto die hier verkocht wordt, heeft altijd een correcte kilometerstand. De BOVAG pechhulp? Ja, dat is eigenlijk een pechhulpservice die BOVAG heeft ingesteld. Klanten van ons die erbij aangesloten zijn en die hebben pech onderweg, die worden dan door de BOVAG pechhulp, dat is dan ook landelijk, dus garages landelijk die aangesloten zijn bij de BOVAG pechhulp, die zorgen ervoor dat die klant wordt opgehaald en ja, geholpen wordt. En wordt daar veel gebruik van gemaakt? Dat is heel wisselend. Dat heeft ook een beetje met de tijd van het jaar te maken. Maar ja, dat is heel wisselend. Bij de BOVAG pechhulp hebben wij zelf onze eigen autoambulance, een vrachtwagen. Dus wij kunnen ook wat zwaardere voertuigen ophalen. Dus het blijft dan niet alleen bij personenauto's, maar ook bussen en kleine vrachtwagens mogen wij ophalen. En tot hoever gaan jullie dan in de regio? De regio die reikt tot en met Nijmegen, zeg maar. Dus een straal van 25 kilometer. De tijd van het jaar, de winter komt eraan. Waar moeten ze dan eigenlijk hiervoor terecht? De klant komt dan hier voor een wintercheck. Wordt de auto winterklaar gemaakt of gecontroleerd. En de winterbanden. Dat komt er nou echt weer aan, een winterwielenwissel. Gebruikt iedereen winterbanden? Nee, niet iedereen. Je kan ook gebruik maken van vier seizoenenbanden. Dat wordt ook steeds meer gedaan. Dan hoeven de mensen geen wielen te laten wisselen. Kunnen ze in de zomer en de winter goed vooruit. Hoeveel personeel is hier eigenlijk werkzaam? We hebben op dit moment 2 monteurs. En dan samen met Erwin proberen wij de boel draaiend te houden. Zijn er nog toekomstplannen? We willen wel uitbreiden. We hebben plaatstekort. En voor de werkplaats die is te klein. En de ruimte voor buiten voor de auto's. Maar
Ik weet niet hoe. De tijd zal het uitwijzen. De tijd zal het leren. Als ik naar de naam kijk, Autoservice Sint Hubert, de service. Hoe onderscheiden jullie van de concurrent? Wij hebben ook een, voor elke klant die hier komt voor reparatie onderhoud, een uitleenauto. Tevens is die uitleenauto ook te huur voor mensen die zonder auto zitten of die met een auto ergens naartoe willen. Mensen die voor één dag een auto willen huren, dat kan bij ons ook. Prins Emiel en prinses Judith, 55ste prinsenpaar van het Germeland, jubileumprins. Ooit kwam er een telefoontje. Ja, zeker. Er kwamen meerdere telefoontjes die dag, maar s'avonds kwam een belangrijke telefoontje. Ja, klopt, ja. Dat heb ik goed gezegd. Wat dacht jij? Want de vraag werd jou gesteld. Ja, eerst kwam er natuurlijk een hele onbekende persoon aan de lijn. Met mijn bedrijf kan dat wel eens vaker gebeuren natuurlijk. Dus ik denk, nou oké, handel misschien, hè. En toen kwam de vraag of ik alleen was. En ik zei, nou ja, god, ik ben niet alleen. Ja, mijn vriendin is erbij. Ik zeg, ja, hoezo? En Erik daar had uitgesproken, dacht ik, is dat toch een aparte vraag? Toen ging het met mij wel een beetje een belletje rinkelen. Ik denk, hey. Ja, en toen ging ik wel doorvertellen van, god, ik heb iets te vragen aan jullie. En misschien een belangrijke vraag. Ik weet dat je misschien niet gelijk een antwoord hebt. Maar ja, wij zoeken een nieuw prinspaar voor het jubileum hier in het Germeland. Ja. Toen hebben jullie even overlegd, neem ik aan. Toen hebben we even overlegd, ja. Dat hadden we wel zo gedaan. Maar jullie waren het zo eens? We hadden het er alles. En vervolgens? Vervolgens kwam het uitkomen, zeg maar, zenuwachtig? Ja. De prins ook? Ik zal liegen als ik niet zenuwachtig was, nee. Ik was tot aan de avond zelf, ging het wel. Alleen s'avonds begon het wel te kriebelen en dacht van god, dan gaat het echt gebeuren, ja. We werkten naartoe, maar toen was het wel spannend allemaal, ja. Dat was, ik neem aan, het hoogtepunt, het verschijnen aan de mensen, de germen in Mil. Dat was tot nu toe zeker een hoogtepunt. Om ons heen werd natuurlijk heel veel al gevraagd van tevoren van, worden jullie prins of niet? En de kans is groot, zei ik altijd maar zo. Hè? Ik bedoel, het spelletje spelen we elk jaar wat mee en wij vinden het ook kei leuk. Dus ik denk, we zien wel of mensen het echt gaan raden of niet. Alleen uiteindelijk dacht ik van, nou, ze zijn er vanaf. Dus toen werd het wel een beetje spannend van, wat gaan ze ervan vinden uiteindelijk natuurlijk. Ja. Dat was een bijzonder weekend, neem ik aan. Dat was een heel bijzonder weekend, ja. Hoe ging dat verder, na het uitkomen? Je wordt een beetje geleefd, hè. Het gaat eigenlijk allemaal vanzelf. En alles wordt geregeld en wat voor je gedaan. Dus, De ervaringen tot nu toe? Je hebt al wat het een en ander meegemaakt, zei je straks. Ja, klopt. Ja, vanaf dat moment ging het echt best wel rap in het begin. Plaatselijke media wat aandacht. En gelijk werd het in werking gesteld door een interview voor de Carnavalskrant. Planning voor wat er te komen staat, agenda. Ja, voor ons ook een hele happening om oppas te gaan regelen, et cetera. Ja. En dat was allemaal kei leuk. Heel veel enthousiaste reacties. Mensen die ze helpen allemaal mee. Een hele groep van ex-prinsen die je hoeft maar eens te bellen en ze staan gelijk klaar. Het is echt. Het valt ons ook reuze mee, echt goed op hoe goed het georganiseerd is allemaal. Ja. Zeg maar. Dus dat is echt wel heel fijn allemaal. Ja. Op straat reacties? Op straat ook heel veel reacties, ja. Zoals? Ja, heel veel proficiat natuurlijk. Hè. En leuk dat jullie zijn. En af en toe best, je voelt je wel een beetje ongemakkelijk. Ja. Je moet bijna aan de belang stellen. Ja, precies. Ja. Prins, je zei net ook al, je merkt wat er georganiseerd moet worden door de vereniging voor het hele dorp. Ja, wij merken echt, we zitten natuurlijk al jaren meer in de carnavalsomgeving en het circuit erin van. Alleen nu ook met het jubileum, merken we wel echt wat voor groep mensen er allemaal achter staat. En het is echt niet zomaar geregeld allemaal. En het is ook echt, het neigt vind ik echt tegen professionele aan, zeg maar. Het is echt tot in de puntjes verzorgd. Voor ons ook, elke vraag die we hebben wordt gelijk beantwoord. Voordat we het kunnen vragen, wordt het al beantwoord bij wijze van spreken. Ja, echt heel petje af daarvoor allemaal, ja. Klinkt als een warm bad. Ja, zeker. Zo voelt het ook. Ja. Nou, is carnaval is meer dan de 3 dagen. Jullie hebben al een wat achter de rug. Er komt nog veel meer voordat het zover is, 10, 11 februari enzovoorts. Mm-hmm. Waar hopen jullie vooral op? Natuurlijk op mooi weer, maar
Ja, ja, nou ja, weer of geen weer. Wij feesten toch wel door, dus dat komt helemaal goed. Ja, wij hopen sowieso dat het ook voorloop naar de carnaval toe. Zegt ook iedereen, geniet ervan. Het is heel heftig en veel, maar het is ook zo voorbij. En ja, van die tijd willen we ook echt van gaan genieten. En ja, die carnaval, ja, dat gaat gewoon vanzelf, denk ik. Iedereen is enthousiast. De Mille is echt een levendige gemeenschap als het op de carnaval aankomt. Ja. Jong en oud, ja, het is echt altijd één groot feest. Dus ja, dan moet het heel raar zijn, willen wij ons daar niet in kunnen mengen. Dus dat komt helemaal goed, denk ik. Ja. Hebben jullie een boodschap, een wens, een slogan voor het einde van dit gesprekje? Nou, ja. Judith? Ja, een lijfspreuk denk ik, hè? Ik heb een lijfspreuk, maar ik weet niet of jij een wens hebt voor... Nou ja. Oh nee. Ik heb het samen een lijfspreuk. Ja, ja, ik vind sowieso... Ik hoop ook heel veel mensen waarderen dat wij hier het jubileum zitten. Dat ook gewoon echt geleefd wordt. En mensen zien maar van werk erachter zit. Er komt een knalfeest aan in het 14, 15, 16 december. Ja, mensen kunnen allemaal mooi komen. Wij gaan sowieso vast een feestje bouwen. En dan met de carnaval gaan we het gewoon echt, gaan we echt knallen. En dan, ja, dan zal ik eindigen met een lijfspreuk. Wij zeggen ook, jong en oud, maak veel plezier. Al 55 jaar gaat de germ aan de zweer. Alaaf. Dankjewel. Alsjeblieft.